Dag kijkers, het is vandaag vrijdag 15 oktober. En na ruim anderhalf jaar begint de dagbesteding weer normaal te draaien. De komende weken gaan we dat bekijken en we beginnen deze week met het industriegebied bij de Keizerswei in Noorden. Nou, we zijn op de Keizerswei bij de afdeling Varia en daar is de dagbesteding weer begonnen. Dag Ferens. Dag Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je weer aan het werk? Ja, ja. Klopt. Klopt. En wat ben je aan het doen? Ik ben aan de steenbuizen in de bakken doen. Ja. Voor het doosjes voor de... Voor deze dozen. Ja. En wij hebben alles dozen dicht doen met de plaband. Ja. En dat werk dat gaat onwijs goed. Hartstikke goed. Hey, en ben je blij dat je weer aan het werk kan? Ja, ik ben zeer blij, ja. 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 Nou, zou ik je niet verder... Ja? Ja. Nena is bezig met de plantenkaartjes. Ja. Dat ze heel goed kan. En dat gaat overwijs prima. Stefan is bezig met de plantenkaartjes ook. Oh ja, ik zie het. Hij is doof en hij kan niet zeggen. Maar hij kan wel begrijpen wat ik bedoel. Ja, hij is hard aan het werk. Iedereen is hard aan het werk. Ja, hartstikke goed. Nou, ik ga even verder kijken. Ik ga jou niet langer van je werk afhouden. Nou, de man niet uit, denk ik. De man niet uit. Man. Dank je wel. Ja. Nou, we gaan even hier kijken. Want hier wordt ook hard gewerkt. Er wordt overal hard gewerkt. Ik zie hier allemaal potjes. De flesjes. De flesjes. En waar worden die flesjes voor gebruikt? Denk ik voor de winkel. Ja. Oké, die worden in de winkel weer verkocht? Ja. Oké. En nu ben ik bezig met de kaartjes. Oh, die kaartjes die komen erbij. Oh, ja. Kijk. Even kijken hoor. Die komt bij de plantjes erin te kunnen doen. Oké. Ja. Ben je blij dat de dagbesteding weer begonnen is? Zeker. Ja, fijn hè, dat we allemaal weer aan het werk kunnen. Ja. Ja. Want dat was een tijdje even anders geweest natuurlijk. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Okay. Nou, ik zou je ook niet verder langer van je werk afhouden. Okay. Veel succes. Ja. Ja, oké, dankjewel. Nou, we gaan er eens even verder op kijken, want er valt hier van alles te zien en te gebeuren. Nou, we zijn hier in de hal en hier wordt ook van alles gedaan. Ik zie hier allemaal papieren. Goedemorgen. Michelle. Aangenaam. Ben je blij dat de dagbesteding weer begonnen is? Ik vind het zo fijn. Ja? En heb je heel veel thuis gezeten? Ja, ik heb thuiswerk gedaan op mijn kamertje. Ja? En wat doe je hier voor werk? Hier doe ik brieven schuiven. Ja? En er komen allemaal spelletjes uit. Zoals pennetje. Oké. Ja, en die haal je eruit? Of blikopener. Oh, kijk, handig. Altijd handig. Goh, en je werkt hier een aantal dagen in de week? 3 dagen in de week. 3 dagen in de week. Leuke, gezellige sfeer. Ja, hoor. Ja. Hartstikke goed. Nou, dankjewel. Ik zou je ook niet langer van je werk afhouden, want je hebt nog genoeg te doen. Hey, dankjewel. Nou, wij gaan even verder kijken. Goedemorgen. Overal hard gewerkt en dingetjes gemaakt en gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, wat ben jij aan het doen? Ik ben kaartjes aan het maken. En wat voor waar worden die kaartjes voor gebruikt? Voor planten. Voor planten, oké. Kaartjes. Kaartjes, ja precies. Hey, ben je blij dat de dagbesteding weer begonnen is? Ja, dan heb ik tenminste wat te doen. Hoef ik niet de hele dag thuis te zitten. Nee, want je hebt wel een lange periode waarschijnlijk thuis gezeten. Ja. Kon je het wel een beetje vermaken of was het wel een beetje saai? Soms lastig. Ja. Maar voor iedereen was het lastig, hè? Ja, precies. We zijn blij dat alles weer een beetje op gang komt en weer gaat beginnen. Ja, voor mij mag het weer gewoon zijn. Ja, toch? Ja, vinden wij ook belangrijk. Ja. Ja.
En als we maar gezond zijn, dat scheelt ook. Hè? Ja. Dat is goed. Nou, werk ze. Dankjewel. En jij ook bedankt. Succes. Goed. Nou, we gaan weer. Ja, dankjewel. Gaat helemaal lukken. Nou, er wordt hier ijverig overal gewerkt. Al dopjes gedaan. Een soort vingerhoedjes. Ik heb geen idee. Hartstikke goed. Ook allemaal kaartjes. Nou, mensen zijn weer helemaal blij dat het allemaal weer een beetje op gang is gekomen. En we gaan maar gauw weer even verder. Geen mee? Nou, dat ziet er allemaal weer leuk uit daar. Leuk dat jullie weer begonnen zijn. En dan gaan we nu naar het gebaar van de week. Want het gebaar van deze week staat in het teken van de kinderboekenweek. Dus het gebaar is lezen. Het gebaar van de week. Hallo, welkom bij het gebaar van de week. Het gebaar van vorige week was regenboog. Regenboog. Ja. Deze week heb ik weer een ander gebaar verzonnen. Want ja, het is eigenlijk al bezig. Want het is eigenlijk de kinderboekenweek. Ja. En nou ja, dan kan je dus wat extra aandacht besteden aan het lezen van boeken. Ja. Dus daar wilde ik nu dan een gebaar aan besteden. En dat is lezen. Hé, je doet net alsof hier een blaadje is wat je wil lezen. En hier, deze twee vingers, zijn je ogen die zo van links naar rechts en van boven naar beneden zo aan het lezen zijn. Lezen. En het kan zijn dat jij zelf gaat lezen. Of dat je wordt voorgelezen. En dan is het voorlezen in gebaren. Dat is ook leuk. Oké. Okay. En dat doen we dan met een boek. Dat gebaar kennen jullie denk ik wel, hè? Boek. Ja. En daar kun je in lezen. Oeh, lastig gebaar. Nou, nog één keer. Je ene hand is plat. En met die andere ga je met twee vingers heen en weer zo. Lezen. Nou, veel plezier nog met lezen. En tot volgende week. Dag! Het gebaar van de week. Nou, ik zat ondertussen dit te lezen. Bedankt Danny voor je mooie tekeningen. En dan gaan we naar maandag, was de coming-out-dag. Sander ging voor het personeel naar het officiële moment van het ophijzen van de vlag. De regenboogvlag. Die werd gehezen bij plein 6 en ik mocht ook een toespraak houden. Hallo mensen, we staan hier dicht bij plein 6. Het is maandag 11 oktober, coming out dag. En hiervoor wordt de vlag gehezen. We gaan als eerste luisteren naar Carlo. Vorige week maandag aan het einde van de dag stond die mooie prachtige regenboog aan de hemel. Hebben jullie hem gezien? Ja, wel gezien? Oké. Okay. Iedereen is uniek en bijzonder. En daarom komen we op voor mensen die afgewezen, uitgesloten, gepest of vervolgd worden. Om wie ze zijn. Voor mensen die niet worden geaccepteerd zoals ze zijn. Elk mens is geliefd en moet veilig en vrij kunnen leven. Je mag er zijn zoals je bent. Je mag er zijn als mens, hetero, homo, lesbi, transgender, vluchteling, jood, christen of moslim. Je mag er zijn met een handicap. De strijd voor vrijheid en gelijkheid moet overal bekend, moet overal geleverd worden. Ook hier op de Willem van den Berg. Op de woningen, op de dagbestedingen, in het kruispunt en op plein 6.
Want ook hier moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Ook hier heeft ieder mens behoefte om gezien, erkend en gehoord te kunnen worden. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Oprechte interesse te tonen in de ander, zonder daarbij een oordeel te hebben. Om zo in liefde met elkaar te leven. Er wordt nu de vlag gehezen. Ik wil jullie een gedicht voorlezen. Laat niemand jou veranderen tot iemand die je niet wil zijn. Blijf gewoon maar wie je bent, want jezelf zijn, dat is fijn. Leef je eigen leven, op je eigen unieke manier. Doe het zoals jij het wilt. Geniet en heb plezier. Laat niemand jou veranderen. Nee, zelfs niet voor de schijn. Laat die anderen maar praten. Durf gewoon jezelf te zijn. En nu Essen iets vertellen. Nou, ik ga jullie een verhaal vertellen over mijn coming out. Het begon allemaal toen ik een jaar of 14 was. Toen woonde ik op een groep in Brabant. Tot ik opeens merkte dat ik naast meisjes ook gevoelens begon te krijgen voor jongens. Op een woongroep had ik een jongen die ik leuk vond. En een jongen uit mijn klas vond ik ook leuk. Ik vond dit erg moeilijk en probeerde het weg te stoppen. Omdat ik uit een protestants gezin kwam en de Bijbel schetst een beeld van man, vrouw en kinderen, kon ik dit niet geloven en probeerde ik mezelf op de meisjes te richten. Na een aantal relaties met meisjes en inmiddels een paar jaar verder, bleef ik de rest van mijn puberteit erg moeilijk. In de kerk voelde ik mij slechts oneerlijk tegenover God en vooral tegenover de mensen in de kerk. Op mijn 21ste heb ik tegen mijn begeleiding verteld dat ik smoorverliefd was op een jongen, maar niet goed wist wat ik hiermee moest. We hebben hier vaak over gepraat. Op deze groep kwam ook een homoseksuele jongen wonen. Het was niet mijn type, maar we konden goed over dit onderwerp praten. Hij vroeg me of ik mee wou gaan naar de Gay Pride in Amsterdam. Dat heb ik gedaan. Daar heb ik ook een andere jongen ontmoet waar het meteen klikte. Ik ben toen met die jongen mee naar huis gegaan en we waren allebei verliefd. Deze jongen was wel 12 jaar ouder, maar ik vond hem heel erg leuk. Al die aandacht in de relatie en het werd zo serieus dat ik wel vooruit moest komen. Want hij wilde natuurlijk ook mijn ouders ontmoeten. Dus heb ik op een avond bij het eten toch alle moed bij elkaar verzameld om ze toch te vertellen. Ik was heel erg zenuwachtig. Toen ik het vertelde, zei mijn moeder, oh, dat weet ik al lang. Ik snapte er niks van en heb daarna mijn vriend voorgesteld. Dit is overigens niet mijn huidige relatie, maar ik was inmiddels wel uit de kast. In de kerk duurde het nog eventjes, maar in 2009 is dat helemaal goed gekomen. Ik werk nu voor het COC in Leiden, een organisatie die zich inzet voor LHBTI. Samen met Erik van Belen heb ik een SOOS die bedoeld is voor mensen met een beperking die zich verbonden voelen met de LHBTI-gemeenschap in Nederland. Wij komen iedere tweede vrijdag van de maand samen in het gebouw van het COC van 7 tot 9. En voel je je aangesproken, dan kun je altijd contact opnemen met Erik van Belen of met mij. En dan kunnen we er ook over praten. Dit tot zover mijn verhaal. Nou, bedankt voor jullie komst allemaal en tot volgend jaar. Joren is ook weer begonnen bij de multimedia. Zijn Lego video die hij 2 jaar geleden voor het Bergjournaal maakte is al meer dan 5000 keer bekeken op YouTube. Daarom gaat hij meer met Lego voor ons doen. Hier is zijn nieuwe Lego video. Hey Jorn, wat leuk dat je weer terug bent. Je bent lang weg geweest. Klopt. Hey, en jij bent iets aan het bouwen, wat dan? Ik heb mijn straks hier. Oké, hey, en jij gaat dingen doen met stop motion, hè? Ja. Hey, hallo, ben jij er ook? Ja. Ga je naar de kermis dan? Ja, nou,
Ik ben pas nog geweest in Leiden bij je Leiders Ontzet. Maar deze kermis van Jorn, die is pas mooi, joh. Heb je die wel eens gezien? Nou, eigenlijk niet. Hé, hij gaat opeens draaien. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet het niet. Kijk toch eens, joh. Wat een mooie attractie. Van Jorn. Nou, en hij gaat in de toekomst gaat hij vaak voor ons iets maken met stop motion. Leuk, hè? Ja, ik hou wel van Lego. We zitten in de maand oktober en de maand oktober is de maand van Stoptober. We proberen dat mensen gaan stoppen met roken. Vandaag zien jullie aflevering 2. En in deze video namen we op bij het terras van Plein 6, bij het restaurant. We zitten hier op het fantastische terras van Plein 6 en het is krap weer zo laat in oktober. En ik heb net een bakje koffie besteld, dus ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in. Dus even kijken hoe snel ze zijn met de koffie. Goedemorgen, kijk. Het is niet de bedoeling dat u er gaat roken op het terras. Oh, is dat altijd of is dat in verband met de Stoptober? Dat is eigenlijk altijd. Eigenlijk vind ik dat best wel een heel goed idee, want dan heb je andere mensen ook last van natuurlijk als ik rook. Precies. Nou, dan berg ik hem weer op en er wordt dus niet gerookt op het terras van Plein 6. En doe mee met Stoptober. Helemaal. Heel goed. Oké, joh, dankjewel. Gaat zeker lukken, dankjewel. Ja, eigenlijk is het wel een heel goed idee om... weet je wat we doen? Klaar. Nou, dan maar een lekker bakje koffie tegen de stress. Dat werkt altijd. Joey zit alweer klaar voor raar nieuws. Hij heeft 6 nieuwe rare nieuwtjes en jullie krijgen de eerste 3 nu te zien. Joey Dekker presenteert voor het Bergjournaal raar nieuws. Dag kijkers, hier is weer een aflevering van raar nieuws. In de Australische stad Darwin is een automobilist vorige week op wonderbaarlijke wijze aan een botsing ontsnapt. De bestuurder verloor de macht over het stuur, maar baande zich een weg precies tussen alle andere weggebruikers door. Het voertuig kwam tegen een gevel tot stilstand, de vrouw en haar kind raakten licht gewond. Een man die in Duitsland met een hoge snelheidstrein naar een kunstveiling in München reisde, is bestolen van een schilderij met een geschatte waarde van 25.000 euro. Hij had het kunstwerk tussen 2 stoelen gezet en was vervolgens ingedut. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat het kunstwerk weg was. De politie heeft het schilderij nog niet teruggevonden. Een pizza bakken met erop 1000 verschillende soorten kazen, dat was zaterdag het doel van een Franse chef en een kaasmaker en een YouTuber. Maar het lukte niet, ze kwamen tot 834 soorten kazen op de pizzabodem. Toch was dit aantal verschillende Franse kaas genoeg voor een nieuw wereldrecord, want het oude record stond op 257 soorten Franse kaas op 1 pizza. Tot zover het raar nieuws van deze week, tot volgende week. Dit was de rubriek Raar Nieuws. En dan is het nu weer tijd voor het Bijbelverhaal van de maand van de afdeling Geestelijke Zorg. En deze keer lezen ze jullie voor uit Nehemia. Allemaal. Wij gaan vandaag een verhaal voorlezen over Nehemia. Kijk je mee? Waarom ben je verdrietig? Is er misschien iets mis? Nehemia, niet huilen hoor. Kom, zeg me wat er is. Ik wil weer naar mijn eigen land gaan. De mensen van mijn stad, ik wil ze helpen bouwen. Toe, koning, mag ik dat? Nehemia mag bouwen. Dit is de stad van God. Hij vraagt, wie wil er helpen? Alle muren zijn kapot. Zie je dat? Ja. De houten balken. Ja. Met
alle mensen samen gaat het heel hard aan het werk. Kijk maar, de een draagt een balk, de ander een zak met grond en weer een ander heeft een kannetje water. De gaten gaan weer dicht en de muur die wordt weer heel sterk. Refaya bouwt een stukje. Jojada maakt een poort. Iedereen doet zijn best. En dan gaat het werk wel voort. Zie je dat? Ja. Maar Tobia en zijn vrienden, die worden heel erg kwaad. Nee, Mia, ik wil niet dat jij hier verder gaat. Kijk, ze kijken heel boos. Ja. Dat is ook gek, zeg. Maar Nehemia is dapper. Nee, hij is echt niet bang. Want God zal voor hem zorgen. Al duurt het nog zo lang. Die Tobia met zijn vrienden, die brengt hen in gevaar. Maar Nehemia maakt plannen. Die muur, die komt wel klaar. Kijk, hij is aan het nadenken. Ja, ja. De bouwers sjouwen stenen en blokken in een mand. Kijk, hij moet er helemaal van zweten, ja, zie je dat? Ja. Bewakers hebben speren en schilden in hun hand. En nu is er een feestje. De muren zijn gebouwd. Nehemia heeft altijd op God, de Heer, vertrouwd. Zie je, zelfs de koning is helemaal blij. Ja. En Nehemia, ja. Dat was hem. Ja. Ze hebben de muren van de stad weer opnieuw gebouwd. Ja, mooi. Gaaf, hè? Ja. Dat was het verhaal van Nehemia. Dag. Dag. Dag, Els. Dag. Doei. Onze grote vriend Boy, Berg Boymans, heeft weer drie grappige filmpjes voor jullie. En deze keer komen ze uit een Canadese bananensplit. Elke keer als je mij verlaat, zeg nu is het voorgoed voor een bij. Nou, die camera die stinkt nog steeds. Haha, geweldig. Nee, maar niet heus. Ja, geweldig. Ja, haha. Dag kijkers van het Nerdsignaal. Welkom hier weer bij een nieuwe aflevering. En nog wel aflevering 37 van It's Me, Berg Boymans. Ik heb weer drie hele leuke nieuwe filmpjes voor jullie deze week. En natuurlijk, zoals elke week. Nee, dat gaan we niet doen, nee. Het zijn wat drie langere filmpjes. Daarom is het nummer 1. Laat ik dan deze week één keer aan jullie zien. Haha, geweldig. Zo, puh, er komt de lucht van die camera. Dat is echt niet gezond. Maar ik heb, laten we even gaan beginnen met een mop. Ja, luister goed. Hier is de mop van vandaag. Haha, oké, luister. Hoe noem je een otter met Parkinson? Ik zal het nog een keer vertellen. Vragen aan jullie. Hoe noem je een otter met Parkinson? Ja, nou goed luister, ik zal het vertellen. Een bever. Haha, geweldig. Nou, ik heb natuurlijk weer een nummer 3 voor jullie. En op de nummer 3 van deze week staat... dat gaat dus over een meisje. Nou, ik ga het even goed uitleggen. Je zal maar op een meisje moeten oppassen... En dan blijkt dus dat ze alle boetes gaat betalen aan meneer agent. Nou, wat zal er toch gebeuren? Ga maar gauw kijken naar de nummer 3 van deze week van It's Me, Berg Boymans. Haha, geweldig. Hier is nummer 3. Nou, veel kijkplezier dan, hè. Thank you.
zouden zij, die mensen die die boete kregen, toch wel goed mee weggekomen. Gratis en voor niks. Ik, ja, je kijkt nog steeds naar Bert Boijmans aflevering 37 hier in het Bertsjournaal. Zoals elke week heb ik ook weer een nummer 2 voor jullie. En het nummer 2 van deze week, dat gaat dus over... Nou, dat ga ik je nu vertellen. Je denkt even, nou, lekker vers geperste sinaasappel sap te kunnen drinken. Dan wordt je dat gratis aangeboden. Maar uiteindelijk blijkt dus... Dan komen dus die mensen, de mensen die dat drinken, die komen er dus achter hoe die verse sinaasappels worden gepest. En dan denken ze toch achteraf, nou, daar heb ik toch wel een beetje spijt van. Maar ja, hè, Bert Boijmans is Bert Boijmans niet als dit een grap is. Haha, geweldig. Hier is de nummer 2 van deze week van aflevering 37. Ik vind het geweldig. Haha. Heb je hier een beetje sinaasappels onder je oksels en dan ga je zo persen en dan drinken die mensen dat op. Vies man, dat is helemaal niet fris, maar het was een soort bananensplit. Het was een grapje, het was natuurlijk niet echt. Geweldig. Ja, zoals elke week heb ik ook weer een nummer 1 voor jullie. En dat de nummer 1, die laat ik natuurlijk één keer zien zoals ik aan het begin van deze aflevering zei. Nummer 1 van deze week, dat gaat dus over een... hond, die zit in een hotdogkraam. Ja, die, oh goed wat ik zeg, in een hotdogkraam. Broodje hotdog, lekker. Maar ja, als je dat wil bestellen, moet je zoveel keer blaffen. Ga maar gauw kijken. Hier is de nummer 1 van deze week. Haha, geweldig. Ik heb er nu al weer zin in. Woef woef. Ja, boef, en dat is 2 broodjes. Afdokken en klaar. Maar ja, het was een grap natuurlijk. Haha, geweldig. Nou, beste kijkers van het Bertsjournaal. Dit was alweer Bert Boijmans aflevering 37. Ik heb weer genoten. Nog een paar afleveringen. En dan zitten we alweer in aflevering 40. Haha, geweldig. Bert Boijmans zegt...
Heel veel plezier nog verder deze week. Werk ze allemaal. Maak er nog een fijne dag van. Geniet nog even van het Bergjournaal. En is echt, Big Boymans. Tot en met de volgende week in aflevering 38. Ja, dat zeg ik goed. 38. Haha, geweldig. Ga gauw weg, want die camera stinkt. Doei doei. Grappige films. Nou, dat was weer super grappig, boy. Bedankt voor je inbreng. En is nu weer tijd voor een stukje muziek. DJ Double Six heeft een nieuw nummer gemaakt. En zijn nieuwe clip is vandaag voor het eerst op tv. Het nummer gaat over een herfstzonnetje. En het heet Atom Sun. In Zoek het uit gaan professor en professor alles uitzoeken over spinnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Zoek het uit. En vandaag... Vandaag? Kijk eens wat daar naar beneden komt. Dat is een spin. Dat is een spin. Je had niks verteld. We hadden die studio toch schoongemaakt? Ah, ja, Jos is schoonmaken. Kijk hoe groot die is. Hij komt onze kant op. Hé, hey, dat voor die camera. Daar hou ik echt niet van. Dat is zulke enge beesten en ogen. Ik denk dat ze banger zijn voor jou. Ah, ik kom er heel erg beneden toe. Ik denk dat ze banger zijn voor jou dan... niet doodtrappen. Nee. Ze zijn van de natuur. Ze houden de insecten weg. Ja, ik ben ook van de natuur. Ja, van mijn moeder. Waarom ben je nou bang voor een spin? Ja, weet ik niet. Dat is gewoon iets dat in me zit. Dat heb ik al jaren. Heel veel mensen hebben dat, hè? Maar waarom zijn mensen dan bang voor een spinnetje? Laten we daar naar kijken. We zoeken het uit. Spinnen. Iedereen kent wel iemand die bang is voor deze langpotige beesten. Extreme angst heet zelfs arachnofobie. Maar de meeste huistuin- en keukenspinnen zijn helemaal niet zo gevaarlijk. Dus waarom zijn mensen dan zo bang voor spinnen? Oh, jezus.
Die is fijn. Nee? Nee. Waarom niet? Ik hou niet van spinnen. Oh, oh ja. Wat heb je hier zitten? Oh. Ben je bang voor spinnen? Nee. En jij? Ook niet. Heel eng en vies. Wat vind je ervan? Dat is een hele mooie nepspinnen. Ben je niet bang voor spinnen? Voor nippertjes niet, maar voor echt helaas wel. Ja? Dus als ze zo groot zijn, ja, dan moet je het erom schuiven. Waarom ben je bang voor spinnen? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat hij banger is voor mij dan ik voor hem uiteindelijk. Maar je weet niet wat hij doet. De onvoorspelbaarheid, daar ben je bang voor. De onvoorspelbaarheid, ja. Eeuw. Ik denk dat mensen bang zijn voor spinnen omdat er een paar zijn die giftig zijn, omdat ze gewoon altijd in het wild voorkomen en door de pootjes. Ik vind het gewoon een enge beest en ik durf het ook niet te pakken. En als het in huis loopt, dan roep ik hem, want ik ga het ook niet doden. Ik pak ze op, maar het ligt er aan hoe groot ze zijn. Zo groot zoals jij in handen hebt, pak ik niet met mijn handen. Ben jij hem in de gaten? Kees, jij bent bioloog. Waarom zijn we bang voor spinnen? Nou, dat hebben we gedeeltelijk aangeleerd van onze ouders. En het is goed dat je ouders je toch vertellen dat ze wel gevaarlijk kunnen zijn. Zeker vroeger, toen de vrouwen aan het verzamelen waren, kwamen ze in de bosjes heel veel spinnen tegen. En de vrouwen hebben ook voor hun eigen kind te zorgen. Dus het was goed dat je daar dan wel een beetje bang voor was. Je eigen kinderen dat ook leren. Want wees daar voorzichtig mee, ze zijn giftig. Het friemelt, het beweegt, het roept walging bij ons op. Een walging ligt tegen angsten aan, we vinden het eng, we kunnen er ziek van worden. Zullen we hem aaien? Nee. Nou, zie je nou, wel dat we heel zinvolle beesten zijn? Zo. Zou ik dat eens bij jou doen? Auw! Auw, we stoppen ermee. Auw. Tot de volgende keer maar weer. Oh, ik ben zo bang voor spinnen. Ik hou helemaal niet van spinnen. Oh. Nou, we gaan weer gauw verder, want hier komt de 33ste aflevering van Raar Nieuws. Met onder andere carwash voor koeien. En dat heet dus een koeiencarwash. Maar ga zelf maar even kijken. Joey Dekker presenteert voor het Bergjournaal Raar Nieuws. Dag kijkers, hier is weer een aflevering van Raar Nieuws. De koeien van boer Arjan raakten helemaal gestrest van de constant prikkende hoornvliegen die in hun nek zaten. Hartstikke zielig vond de bioboer uit de provincie Utrecht. Stel je voor dat jij zelf de hele tijd zou geprikt worden, dan zou je ook gillend gek worden. Dus wilden we graag iets bouwen wat hen zou helpen. Gif gebruiken vond hij ook geen goed idee, dus bouwde hij samen met familie een eigen oplossing, een mechanische vliegenvanger. Een soort wasstraat, ja. En daar zijn ze echt een stuk blijer van geworden. Ze hebben een klein duwtje nodig, maar dan lopen de koeien van boer Arjan bij de zelfgebouwde vliegenvanger. Denk aan het type borstel dat je tegenkomt in een carwash, die in dit geval een rustig tempo over de koeien heen bewegen. Koeien lopen erdoor en de lastgevallende vliegen worden er geborsteld en meegevallen. Kunstenares Marijntje Cornelia uit Lisse werkt al ruim 10 jaar met suikerspin. Ze maakt kleurrijke suikerspin, kunstwerken, zoete sieraden en doet voorstellingen. De laatste kosten erg veel tijd en daarom ook heel zelden te zien. Begin oktober trakteert het Lam Museum in Lisse het publiek ter gelegenheid van de Lisser Feestweek op een levend suikerspinmonster bij de ingang. De limbo-dans is al moeilijk genoeg, maar probeer de limbo-man maar eens na te doen op rolschaatsen. We hebben een paar records voor de snelste limbo-tijden op rolschaatsen en schaatsen voor jullie opgezocht. Tot zover het Raar Nieuws van deze week. Tot volgende week. Dit was de rubriek Raar Nieuws. Nou, dat was dus echt raar nieuws hoor. Echt waar. En dan gaan we nu naar de reclame, denk ik. Ja. Nee. Hup.
heerlijke Hollandse aardbeien. Nu 2 bakken voor nog geen 4 euro. Boe boe, bla bla, we hebben melk in uw vla. Nu 2 voor de halve prijs. Op 1 oktober gaat er iets magisch gebeuren. Meer dan 50.000 mensen stoppen dan 28 dagen met roken. Ik ook. Want samen stoppen doet wonderen. Stop ook mee. Ga naar stoptober.nl. De bal ligt bij jou. Nou, na de reclame heb ik nu wel zin om weer eens wat te lachen. Dus Bart, kom er maar in met je moppen. Beginnen maar. Dag beste kijkers, ik ben met mijn moprubriek. Ik heb voor jou gelijk een raadsel, Jos. Oh. Mensen van The Voice zullen nu helemaal vlak leggen, of ze zitten niet in, ik weet het niet. Ik zei het in ieder geval, maar ik weet niet Jeroen of die er nog in zit, maar... Ken jij mevrouw De Lan, hè? Nee. Jawel joh, die is getrouwd met meneer De Korte. Er staan 2 koeien op een boerderij. Roept de ene koe tegen de andere koe. Boe! Zegt die andere koe, ik had je al lang gezien hoor. Hou me vast. We willen meer. Er zijn twee hongerige leeuwen. Die zijn ontsnapt uit Artis en lopen over de straat in Amsterdam. En de ene leeuw kijkt rond en zegt de andere, waar zijn al die mensen nou weer gebleven? Dit is een raadsel van Jos. Oh ja, vertel. Dat is vast een goeie. Ja. Degene die hem weet, mag vrijdag naar Jos. Oh, krijgt het druk. Onder welke plant kan je niet zo lang zitten zonder dood te gaan? Cactus? Nee, een waterlelie. Maar degene die hem snapt, die moet maar naar Jos gaan. Oh, ik krijg het druk, Jos. Hey, bedankt, Bart. Tot de volgende keer. Beginnen, maat. Nou, Bart. Het was weer super lachen, hoor. Echt, helemaal leuk. En Sander ging voor ons naar de bakkerij voor de cake van de week. Je gaat nu kijken naar een aflevering van Cake van de Week. Hallo allemaal, hier zijn we weer bij de bakkerij. Hebben mensen zich al opgegeven, Reina? Ja, er is al iemand opgegeven. Sebastiaan heeft zijn begeleider Martin opgegeven. En daar kan je nu naar kijken. Ik nomineer Martin de Haan van de Cake van de Week. Omdat hij mij sinds de coronatijd tot en met nu... mij heeft geholpen daarmee om door te zetten. En daarom nomineer ik Martin de Haan van de Cake van de Week. Zijn jullie ook cake wezen brengen? Ja, we hebben de cake ook al gebracht en daar hebben we ook een filmpje van gemaakt. Kijk maar. Nou, we staan hier in de Bergshop, want er is iemand hier genomineerd. Vertel maar, Sebastiaan. Nou, ik nomineer Martin Daan van de Cake van de Week. En waarvoor was het? Als hij mij vanaf begin tot en met nu met de coronatijd door heeft laten zetten. En je bent trots op hem? Ja, en ik ben trots op je. Nou, kijk eens aan. Dus. Nou, hij is je gegund, Martin. Erg aardig, Sebastiaan. Mag ik dat dan met mijn vrienden delen? Ja, dat mag je delen. Ja, hij is ja, van jou, dus je mag vrienden delen. Nou, Sebastian, ga lekker eten. Okay. Ja, ja. Nou, dan gaan we een mesje halen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor de bakkerij. Ook dan. Dit was het weer.
Ja, je kan je opgeven bij debakkerijapenstaartjesierelo.nl. Maar wat de mensen misschien ook leuk vinden om te zien, is we hebben een nieuw apparaat binnengekregen deze week. Dat is een zogenaamd deeguitrolapparaat, waardoor ons deeg altijd heel keurig dezelfde dikte wordt, dat we geen foutjes kunnen maken. Deden we toch al niet, want het werd toch altijd al wel lekker. Maar nu wordt het nog een beetje makkelijker. Nou, hoe leuk is dat? Dus mensen, geef je op. Tot de volgende week. Dag, dag. Je keek weer naar de cake van de week. Wil je er ook een weggeven? Stuur gewoon een video. Zou Nietzsche het ook lekkere taartjes hebben in de Happy Tijd Show? We zullen het zo zien. Na de Happy Tijd Show zien jullie het weer met Tommy Brexit. En ik ben er gewoon volgende week weer. Tot ziens. Nou, hallo, daar zijn we weer. Ja. Ja! En, ik hoop dat het... Ja, ik ook. Ja, ik leuk, ook. Lucas, dat je er weer bent. Ik ben helemaal blij. Ik ben het ook weer blij. Ja. Lucas, blijdschap uit het schaap. Ik ben zo blij. Ja, je bent zo blij, hè. Ja, vorige week waren heel veel mensen niet zo blij, want niet toen was blij. De hele korte uitzending. Nou, dan geef ik de mensen groot gelijk. Ja, ik ook. Ja, maar ik dacht dat het namelijk Kortober was. Kortober? Ja, ja. Kortober. Ja, Kortober. Ze doen soms... Oktober. Ja, oktober. Maar soms staat dat in het teken van iets anders. En ik dacht dat dat nu Kortober was. Dat alles een beetje korter is. Slechte gewoonte van sommige mensen. Ja, dat niet goed, hoor. Ja. Hoor ik nou de telefoon? Ja. Ja, ik hoor de telefoon. Oh, ga hem even opnemen, Lucas. Ik ben benieuwd wie dat nu weer is. Ja, met iets nut, ja. Nou ja, maar we zitten namelijk live in de uitzending, dus even kort. Namelijk in het teken van Kortober. Nee, dat begrijp ik. Het is niet Kortober. Ja, nee, dat had ik al... Ja, ik ga mijn excuses aanbieden. Nee, dat komt helemaal goed. Ja? Ja hoor, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, wie maar staat. Ja. Nee, het... Ja. Nee, oké. Okay. Dag hoor. Is goed, moeder. Nee. Dat gaat namelijk zo. Sorry dat het vorige keer zo'n korte uitzending was. Want het is namelijk niet Kortober. Het is vandaag, deze maand, Ronnietober. Ronnietober! Ja. Nou! En ja. Weet je wat nou zo leuk is, Lucas? Nee. Ronnietober, die brengt altijd die rozen naar Saldera. En hij staat gewoon klaar. Hij staat echt gewoon waar? In de studio. Een groot applaus voor Ronnietober! Wat ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En iedere keer dat ik ben aan je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk. Zo veel schoon om te zien en altijd vrolijk bovendien. Ik vind je geweldig. Gewoon weg geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil, maar wat zal telkens blijken dat enorme verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil, maar wat zal telkens blijken dat enorme verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op
aarde komen zou. Dan nam ik nooit een andere vrouw. Dan een die sprekend leek, die net zo olijk keek. Een die sprekend leek op jou. Nou, dat was toch enig, hè? Ronnie Tober. Ja, de maand Ronnie Tober. Je hebt augustus, oktober. September, Ronnie Tober, en wat november. Hebben we dan nog meer? Nou, oktober, oktober, heb november. Heb je goed gekeken? Hè? Heb je goed gekeken, Lucas? Nee. Nee, je hebt niet goed gekeken, hè? Nee, ik heb niet goed gekeken. Ik zag Ronnie. Maar de kijk toch niet goed? Ik zag Ronnie. Ja. En wie zag je nog meer? Ja, twee dames. Ja, twee dames! Wie zei dat het ook is alweer? Echt een ik heel... Ik ken ze ergens van, ja, maar ik weet het even niet het zijn, de, het zijn niet de dames van ABBA, maar ja, die zijn ook namelijk weer bij elkaar. Anjeta en Anne Vriet. Ja. En ik hou van Vriet, maar dat is wat anders. Ik niet. Nee, jij niet. Ik heb meer van een balkje gehakt. Het zijn ook niet de Dolly Dots. Oh, nee, maar die zijn ook weer bij elkaar. Ja. Ja, die gaan lekker weer tell it all about love boys. Me, leave me, ho. Oh, maar jullie hadden het al herkend. Het is namelijk Maywood. Het is een ongelooflijk Maywood? Jaar. Na ABBA, na Dolly Dots zijn onze eigen zusjes. En ik kan je vertellen... Alles is weer goed gemaakt. Ze maken geen ruzie meer. Nee, ik alles. Ik hou er ook niet van. Nee, ik ook niet. Nee. Dus ik ben zo blij dat ze weer terug zijn. En ze zingen daarom nog in één keer hun allergrootste hit. Een zomerhit. Late at night. Kijk. Early in the morning light.
dat nou wel helemaal goed? Ja, dat ging wel als vanouds. Ja, daar heb die dames niet veel van nodig. Die vrouwen die kennen dat wel. Ja, die vrouwen die dat kennen bij dat wel. Ja, ik hoop zo. Wel dat ze bij elkaar blijven. Ja. Ja, en ik hoop zou wel, wat fijn ja, zijn, misschien, maar misschien komen ze ook wat terug nog als hologram. Dat is ook, als hologram, ja. Ja, nou, maar dat geldt natuurlijk ook voor mij en voor jou. Ja. Ja, het zou leuk zijn. Ja, over 20 jaar of ja, zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja leuk. Ja. Maar zover is het nog niet. Nee, we zijn er nog. Ja, we zijn er nog. We zijn er nog. Maar we zijn bij het... Begin. Ja, wij zijn, ja, van je carrière. We beginnen toch net? Ja, je begint nog maar net. Maar we zijn qua uitzending bij het... Fine. Bij het... Fine. Fine. Einde. Fine is een ander woord voor einde. Ja, precies. Ja. Doe jij anders even afsluiting. Nou goed, lieve kijkers dus. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. En ik ga lekker aan een abrikozenvlei. Misschien dat niets nuttig ook nog eentje krijgt. Of die krijgt een lekkere appel. Een appeltje. Nou, tot de volgende keer. Kan je vangen? Nee, ja. Hier vangen. Oh. Oh, doei. Dag. Ronnie Tober. Ja, augustus, september. Ronnie Tober, november. Kijkers, burgers, buitenlui en Bergjournaal-kijkers. Hier is you one and only Tommy Blikvind. Yeah! Thank you. Hey, is de Schouten weer? Haha! Wat sta je te doen, kind? Moet je plassen? Dan moet je gewoon naar de wc. Oké, het weer voor de komende dagen. Doe niet zo zenuwachtig. Het weer voor de komende dagen. Want naast het weekend blijft het droog. Het wordt wel een beetje een frisse kans om... 14, 15 graden, maar op zich, wolkje, zonnetje, niet verkeerd voor de tijd van het jaar. De maandag, de dinsdag en de woensdag, nou, je bent lekker bezig. Hè? Busy in Loor, hè? Zo, lekker hoor. Dinsdag, woensdag en donderdag, het blijft droog. Maar einde van de week krijgen we regen, wordt het echt nat. Dus vanaf donderdag, de vrijdag, wordt het kou, nee, wordt het niet kouder, maar het gaat wel regenen, dus we krijgen onnattigheid. De gemiddelde temperatuur. De gemiddelde temperatuur is zo'n 15 à 16 graden. De wind neemt in de komende dagen toe naar windkracht 4 en windkracht 5. Dan wordt een gatje verschoning geblazen. Nou, laten we dat maar niet doen, Esther. Nou, tot de volgende keer. Dit was hem weer. Ik breng Esther even naar de wc. Toedeledokie, fijn weekend. Kom, lopen nou, hop. Zij kan weer naar muziekles. Welkom terug. En zijn sportschool kan weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand houden en er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Daardoor kunnen wij weer naar de dierentuin. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer.